De ontwateringswerkzaamheden van de Zwartenhovenbrugstraat zijn in volle gang. Momenteel wordt gewerkt aan het gedeelte tussen de Prinsenstraat en de Drambrandersgracht. Dit is de derde fase van de rehabilitatie van deze straat, zegt Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Mohan zegt dat deze fase van de rehabilitatie ongeveer 3 maanden zal duren. De werkzaamheden houden in dat er nieuwe rioolsystemen worden aangebracht die aansluiten op de bestaande rioolpunten. Het is na jaren dat de Zwartenhovenbrugstraat een grote rehabilitatiebeurt krijgt. Dit qua structurele, dus voor wat wij hebben kunnen natrekken is dat het riool dat er bestond, die rond 50, die moet ergens in de jaren 50 of daarvoor zijn aangelegd. En zo'n aanpak waarbij het weer structureel wordt aangepakt, zal dan, nu komen we al op bijna 60 jaar. Het riool van de Zwartenhovenbrug, het bestaande riool, ligt hard in de weg. En daarop zijn eigenlijk de meeste verzakkingen die we hebben ondervonden altijd, is dat bijvoorbeeld een huisaansluiting of een kolkaansluiting defect was. En daardoor die grote problemen in de weg hebben. Wat we nu willen te doen, is die oude riool helemaal verwijderen. We plaatsen wel een nieuw riool in de weg, maar deze gaat niet aangesloten worden op huizen of wat dan ook. Dus die gaan via het lateraal, dat is evenwijdig aan dat riool, heb je een kleine riool. Die vangt al het water op en eigenlijk dat hoofdriool is eigenlijk alleen voor berging. En om dat riool te vervangen, die bestaande, en het is maar een duiker van rond 50 centimeter. En nu wordt het op de meeste plaatsen vervangen door 1 meter of 2 van 1 meter. Om dat te vervangen moet de weg opengebroken worden en moet eigenlijk alles. En in dat kader wordt dan direct de weg aangepakt, waarbij de weg nu gaat voldoen aan de hoogste eisen voor transport, waarbij het ook een 12 tons aslastweg wordt. Mohan zegt verder dat er ook gewerkt zal worden aan de ontwatering van het gedeelte vanaf de Drambrandersgracht tot het Molenpad. Hij geeft aan dat het ministerie de derde fase van de rehabilitatie van de Zwartenhovenbrugstraat binnen de gestelde tijd probeert af te hebben. Maar dan in blokken gefaseerd. Het lateraal, dus die kleinere riool, is al gelegd in het gedeelte vanaf de Drambrandersgracht tot Molenpad. Sommige delen nog niet, omdat het een beetje te maken heeft met dit werk dat nu uitgevoerd moet worden. Als dit is afgerond, dan kan de rest afgerond worden. En dan gaat de aannemer dan bloksgewijs. En dan in deze fase gaat dan de weg in blokken. Dus bijvoorbeeld dan is de eerstvolgende is Drambrandersgracht, Anton de Komstraat. De Anton de Komstraat, Gemeenelandsweg, gaat die volledig afgesloten worden. Waardoor het oud riool eruit moet gaan. En dan wordt dan direct het nieuw riool geplaatst en wanneer het opengemaakt wordt, dan wordt die direct in 1 laag asfalt achtergelaten. Zodat wanneer eigenlijk de planning is ergens februari volgend jaar, dat alles afgerond is. Dat was Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken van het ministerie van Openbare Werken. We spraken hem naar aanleiding van de werkzaamheden die uitgevoerd worden aan de Zwartenhovenbrugstraat. De hele straat, vanaf de Nassilaan tot het Molenpad, moet volgens planning in februari 2020 gerehabiliteerd zijn.